Let u op deze man en vrouw die hier bij een juwelier in Tilburg de winkel inlopen. Het zijn geen gewone klanten, ook al doen ze hun best om wel zo over te komen. De man die eerst in het Spaans begint en dan overgaat in gebrekkig Engels, wil eerst verschillende sieraden zien. Een truc, zo blijkt, want als de medewerker haar aandacht aan de man schenkt, grijpt de vrouw haar kans en schuift een hele rol met gouden colliers in haar tas. De man heeft een flinke buik en is een jaar of 50. De vrouw draagt een hoofddoek, een lange rok en een grote zwarte tas. Weet u wie dit zijn, waar de politie ze kan vinden, of heeft u ze misschien ergens gezien? Laat het dan weten.